Goedemorgen allemaal. 9 uur, tijd om weer live te gaan. Mijn naam is Helga Tijdeman van Financieel Blij. En ik ga jullie vandaag weer meenemen in een live trade sessie. Tenminste, dat hoop ik. Of er überhaupt wel meldingen zijn. Het is al eventjes stil op de scanner. En zo gek is dat niet, want we zien ook in het afgelopen uur ook een behoorlijke groene candle weer ontstaan bij de Bitcoin. Dat betekent dat de prijs omhoog gaat bij Bitcoin. En als de prijs omhoog gaat bij Bitcoin, neemt die echt een heel groot deel van de altcoins ook mee omhoog. En zullen dus heel veel altcoins boven in de bolletje band zitten. En eigenlijk niet in oversold gebied. Dus we wachten voor instapmomenten altijd of er een candle gesloten op of onder de bolletje band zit. En dat beide lijnen van de stochastic in oversold gebied zitten. Nou, als de Bitcoinprijs zo sterk omhoog aan het gaan is, dan doen vaak de altcoins mee. En ja, dan verblijven ze een beetje boven in die bolletje bands. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon kijken wat we tegen gaan komen of niet. Kijk, sowieso eerst even altijd even naar de Bitcoin. En ik zal even mijn indicatoren uitzetten. Want dat vertroebelt het zicht nogal. Nou, hier hebben we de Bitcoin chart voor ons. Dit is de 1 uur chart. En meestal ga ik altijd kijken van, hoe was het afgelopen weekend? Hè? Hoe zag dat eruit? Nou, het afgelopen weekend, dat was dit. Even kijken. 25 oktober, dat was vrijdag. Dit was vrijdag. Nou, vrijdagmiddag. Je ziet op vrijdagmiddag altijd aan het eind van de middag een behoorlijke beweging in Bitcoin. Het kan zijn echt een behoorlijke stap omhoog of echt naar beneden. Nou, afgelopen vrijdag heeft hij een behoorlijke stap naar beneden gedaan. Hè? Deze drie candles eigenlijk. Dit begon om, dit is de candle van 5 uur. 6 uur, 7 uur. Nou, toen is hij eigenlijk hier een beetje op gestrand. En daar vond hij wat stabiliteit. Die stabiliteit die heeft hij gehouden tot aan zondagmiddag 12 uur. Hè? Dat was dit stukje. Redelijk stabiel. Zaterdag was het ook redelijk goed te traden op Bitcoin. Zondagochtend of op de altcoin. Zondagochtend ook nog wel. En maar zondagmiddag begon de Bitcoin weer te stijgen in prijs. En dan zal je denken van, dan neemt hij toch alle altcoins ook met zich mee. Hè? Als de Bitcoin stijgt in prijs, gaan de altcoins ook mee stijgen in prijs. Maar dan is het vaak wel lastig traden. Want de meldingen die je dan krijgt, dat zijn vaak van munten die niet zo heel erg reageren op Bitcoin. Of die een zijwaartse beweging gaan opzoeken als Bitcoin erg aan het bewegen is. Dus dan kom je vaak in wat langere trades terecht. Dus zondagmiddag was het wat moeizamer om te traden. Zaterdag was het wel goed. Ik zag ook een reactie in onze Discord van zaterdag. Ik ben het even beu met het traden. Ik wens jullie allemaal happy trading en dat was aan het eind van de zondagmiddag. Nou, ik kan me voorstellen dat als je hier in trades zat, dat je dat ook een beetje dat gaat krijgen. Ik kan me voorstellen dat je ook af en toe eens een baalmoment krijgt van het traden. Dat je denkt, het lukt me allemaal niet meer. Het gaat allemaal niet meer. Ligt het nou aan mij? Ligt het nou aan de markt? We zoeken eigenlijk vaak altijd de schuld buiten ons om. Maar het kan ook vaak aan jezelf liggen. En als je tegen zo'n moment aanloopt, zeg ik altijd, stop even een paar dagen met traden. Ga dan niet tegen je zin intreden of wat dan ook. Stop even een paar dagen met traden en zoek weer even die basis terug. Soms is het goed om te zeggen van, nou, ik pak maar even een klein gedeelte van me. Stel, je bent ooit met $250 begonnen en je zit nu op een budget van een paar honderd dollar of misschien wel een paar duizend dollar meer. Dat je even weer terugpakt naar dat budget waar je mee begonnen bent. Die $250 bijvoorbeeld. En dat je weer even teruggaat naar de basis. Want soms gebeurt het wel eens dat je
ja, door je ervaring in treden er van allerlei maniertjes zelf erbij bedenkt. Waardoor het op in één keer ook gewoon niet meer lukt. Omdat je misschien wel te ver van de basis bent afgeweken. En dat soort momenten zijn dus altijd goed om even een pas op de plaats te maken. Even een paar dagen te stoppen met treden. En het later op een later moment dus weer op te pakken. Dan krijg ik best wel vaak berichtjes, mailtjes van Helga, ik weet niet meer wat ik nu met Bitcoin aan moet. Gaat die nou stijgen in prijs? Gaat die nou dalen in prijs? Moet ik wel bijkopen? Moet ik niet bijkopen? Moet ik gaan verkopen of wat dan ook? Nou, weet, dat soort berichtjes kan ik gewoon niet op antwoorden. Ik kan geen advies geven en ik mag ook geen advies geven wanneer jij wel of niet Bitcoin zou moeten kopen of verkopen. En dat ligt er natuurlijk ook helemaal aan wat jouw plan is, hè? Wat jouw grote plaatje is omtrent Bitcoin. Ik zeg ook heel vaak, hou je aan je tradeplan. En je tradeplan kan je ook bijvoorbeeld voor het grotere plaatje hebben. Hè? Hou je aan je plan. Wanneer ga je uitbetalen? Wanneer neem je winst? Wanneer verkoop je weer een stukje? Wanneer koop je weer bij? Beschrijf dat ook in een groter plan en probeer je daar zoveel mogelijk aan te houden. Ik kijk elke dag ook heel even in onze Discord-groep. Meestal dagelijks plaatst bijvoorbeeld Connie daar haar analyse op de Bitcoin. Nou, Connie weet net zo min als dat ik het weet wat Bitcoin gaat doen. Of die nou gaat stijgen of die gaat dalen of wat dan ook. Zij heeft ook niet die glazen bol. Maar door een bepaalde vorm van technische analyse kan je wel kijken als dit gebeurt, gebeurt er vaak dat. Als dat gebeurt, gebeurt er vaak dat. Dus je kan wel een beetje een idee gaan krijgen. Dus ik kijk dagelijks altijd even naar die analyse van Connie. Van nou, wat is haar kijk op dit moment op de Bitcoin? Wat heeft Bitcoin gedaan? Wat heeft Bitcoin afgelopen nacht gedaan? Is die in prijs aan het stijgen? Is die in prijs aan het dalen? Heeft die al een bepaald level bereikt? En behoudt die bijvoorbeeld ook dat level? Waar ik zelf bijvoorbeeld naar kijk, is, en dat is op een hoge timeframe. Eens even kijken. Dat is niet hier. Ja, dat is wel hier. Op de dag chart is dit. Dan zie je dat er een bullvlek is ontstaan. Hè? Je ziet hier de stijging van Bitcoin. Een behoorlijke stijging. En dan zie je een bullvlek ontstaan. Je ziet dat Bitcoin hier tussen aan het bewegen is. En hier, ja, hij moddert een beetje hier aan de bovenkant. Ga ik uitbreken? Ga ik niet uitbreken? Daar kijk ik een beetje naar. Want hier zou je denken, oh ja, hij is uitgebroken, maar dan gaat hij weer terug. Nu, hè, deze candle van nu, als ik een beetje inzoom, zie je ook van, ja, hij is weer uitgebroken. Maar houd dat stand, zet die door. Gaat hij het volgende level bereiken en het volgende level en het volgende level. Daar ga ik een beetje naar kijken. Van wat gaat Bitcoin doen? Maar hetzelfde geldt, kan die dus weer naar beneden gaan en kan die bijvoorbeeld weer de onderkant van de bullvlek aan gaan raken. Die optie hou ik ook nog steeds open. En ja, sommigen zeggen ook van wat denk jij zelf van Bitcoin? Gaat hij de ton nog bereiken? Gaat hij dat dit jaar nog bereiken? Nou, net wat ik zeg, ik weet dat eigenlijk allemaal niet. Maar als ik hiervan uitga, dan denk ik dat hij dit jaar bijvoorbeeld die $100,000 niet gaat halen. En waar baseer ik dat op? Puur hierop. Stel je voor dat hij hier zou uitbreken. He, dat Bitcoin nu wel doorzet en dat hij hier zou uitbreken. Nou, bij zo'n bullflag patroon is het eigenlijk op het punt waar die uitbreekt, daar kan je deze lijn die je hier hebt neergezet, die kan je eigenlijk kopiëren. Eens even kijken, volgens mij moet ik dat hier ook kunnen. Klonen, ja. En die lijn kan ik dan op de plek neerzetten waar die uitbreekt. Nou, stel je voor dat die hier zou uitbreken. Dan heb je een beetje een richtlijn wat,
Nou, wat Bitcoin zou kunnen gaan doen. Hè? Ik zeg ook echt zou kunnen gaan doen. Dus die opwaartse patroon wat hij hier heeft gemaakt. Als hij hier zou uitbreken en hij zou diezelfde opwaartse patroon hier maken. Nou, dan heb je hier het punt van 100.000 euro zitten. Ik zal even een lijn op de 100k zetten. Nou, bijna. Dat is hier. Maar zet ik even een lijn. En dat kruispunt hier, dan is het al 7 februari. Dus ik verwacht echt niet dit jaar, want aan het eind van het jaar, dan zitten we, even kijken, wanneer is het 31 december? Dat is hier. Daar zal ik ook even een lijn neerzetten. Dit is het eind van het jaar. Nou, dan zou die volgens deze verwachting, doe daar geen aannames van, hè, zou die rond de 87k kunnen zitten. Dus daar let ik een beetje op. Daar kijk ik naar van hoe beweegt die hier in deze boelvlek. Ja, ik ga deze lijnen even weghalen voordat ik straks niet meer weet wat er gaat gebeuren. Maar ja, ik wacht eigenlijk op dat hij hier gaat uitbreken. Maar wat ik zeg, het kan even goed, kan hij naar beneden gaan en dan kan hij weer terug naar deze lijn gaan. En dan zitten we rond de 49-50k, zeg maar. Dus dat kan ook even goed gebeuren. Dus doe hier geen aannames op. Ik zal vast commentaar krijgen dat ik er geen verstand van heb of wat dan ook. Maar dat is de manier zoals ik ernaar kijk. Maar aan de andere kant maakt het me ook niet zo heel veel uit. Gaat Bitcoin naar boven? Gaat Bitcoin naar beneden? Ik trade op altcoins. En of die nou naar boven of naar beneden gaan, er valt altijd wel geld op te verdienen. Nou, gaan we eens even kijken of we geld kunnen verdienen. Want er is een melding binnen. En dan moet ik wel weer even mijn indicatoren aanzetten. Even zien. Ja, ik zal een beetje inzoomen, zodat we ook een beetje kunnen zien wat er hier gebeurt. Er staat hier weer zo'n vervelende lijn die ik weer vergeten ben weg te halen. Diep USDT op de 3 minuten. Hier is de melding opgekomen. Candle is onder de band gesloten. Beide lijnen zijn in oversold gebied, hebben elkaar gekruist. En inmiddels ontstaat er hier al een groene candle. Nou, je kan wachten tot in de laatste 30 seconden, hè, van blijft die candle groen, ja of nee. Je kan ook van de snellere instap zijn. Dat ben ik zelf wel vaker, maar dat geeft ook wel wat meer risico met zich mee. Dus kijk altijd even wat jij doet. Ik zeg ook altijd hier, die blauwe lijn moet weer richting niemandsland zijn. En niet richting de bodem, want dan komen we ook nergens. Nou, mijn saldo op dit moment is $1200. Je ziet het hier niet helemaal staan, omdat ik bij Bitcoin nog een paar ordertjes open heb staan. Die nog niet helemaal gevuld zijn. Dat zal ik zo meteen wel even laten zien. Dus ik ga, als ik ga instappen met 10% van mijn budget, en dat is $120. Nou, we zitten nu in de laatste 30 seconden van de candle. En de candle wordt nu ook weer groen. Ik ga hier wel instappen. En ik heb er een preset voor aangemaakt, hè. Ik stap in met 10% van mijn budget. Nou, ik moet dat wel even handmatig. Het budget moet ik altijd handmatig even aanpassen. Dan stap ik in op de askprijs. En ik heb mijn TP op 0,8% staan. En dat is 0,8% vanaf de break-even lijn is dat dan. En ik heb een stop-loss staan. Die staat op min 10%. Nou, ik ben in de trade. Ik ga hem noteren. Drie minuten. En we zijn om 15:15 in de trade gegaan. Ik krijg ondertussen weer een nieuwe melding. Gaat om dezelfde munt.
Nou, we gaan kijken wat deze gaat doen. Ik ben met 10% ingestapt en dat houdt in dat ik dus nog 40% van mijn budget kan gebruiken. Nou, ik doe altijd 2 keer maximaal een bijkoop. En de eerste bijkoop die ik zou kunnen gaan doen, die doe ik het liefst op een melding. Maar stel je voor dat er geen melding komt, dan meet ik de breedte van de bolletje band en daar zet ik een lijn neer. Het liefst doe ik natuurlijk bijkopen op een melding. En dat is als het in dit gebied komt. Maar stel je voor dat hij steeds niet een melding geeft. Hè? Dat hij steeds wel aan de onderkant van de bolletje band zit, maar steeds niet een melding geeft. Ja, dan wil ik uiteindelijk toch wel gaan bijkopen. En dat doe ik dan uiterlijk op deze lijn. Dus vandaar dat ik die lijn er al vast plaats. En als ik dan ga bijkopen, koop ik bij met 10% ook van mijn budget. Dus hetzelfde bedrag waarmee ik hier ben ingestapt, zou ik dan hier ook gaan bijkopen. Dus ik ben met $120 heb ik deze order geplaatst. En die zou ik ook plaatsen, $120 voor mijn eerste bijkoop. Nou, hij gaat tot nu toe de goede kant uit. Dus wie weet ronden we hem snel af en komen we niet eens tot een bijkoop toe. Nou, ik duik heel even de chat in. Ik zie dat jullie al aardig in de chat hebben gekletst. Yves, goedemorgen. Na 2 weken afwezig te zijn, kunnen we weer er live bij zijn. Nou, welkom terug Yves. Inderdaad, ik had je de vorige keer ook gemist. Vaak ben je als... Oh, je was om 4:30 al online. Oh, wat vroeg. Ja, vroeg. Als je ziet, ik was vanochtend, was ik ook al... In dit, hier 13:15 had ik hier ook al een trade in staan. Dus ik was ook al vroeg. Maar ik ben altijd een beetje van slag als de tijd verzet is. Mijn biologische klok kan dat denk ik niet zo heel goed aan. We zijn al uit de trade. Nou, gelijk maar die lijn weghalen, want anders laat ik hem weer staan. En dit was een snelle. En die is goed voor 0,79%. 95 cent komt er bij ons budget op. En 95 cent, misschien denk je wel, nou, daar ga ik echt niet voor traden. Maar inmiddels ben ik al wel in dit account van $250 naar $1200 gegaan. En dat in niet zo'n hele lange tijd. Daar ben ik in maart mee begonnen. Dus ook kleine bedragen tikken aan. En je ziet het. Ik heb hier een verliestrade gehad. 2 verliestrades op elkaar. Ja, die heb ik weer goed kunnen maken door 2, 4, 6, 8. 8 trades. Heb ik dit verlies weer weggewerkt. En ik had nu weer 2 trades waar ik weer geld aan overhield. Dus die boven de $1200 uitkomen. Dus dit geld kan ik weer gaan afromen. En door dit geld af te romen, als ik dan even naar mijn dashboard ga kijken. Er staat dan inmiddels, even kijken hoeveel trades heb ik nu gedaan. Dit was trade nummer 20. Na 20 trades staat er inmiddels weer $13 in mijn funding potje. Die ik straks weer kan gebruiken om mijn portfolio weer te verhogen. Ja, sommigen zeggen van, hey Helga, je maakt helemaal niet gebruik van het compounding effect. Hè? Dus dat je de winst die je maakt weer meeneemt in een volgende trade. En dan ook daar weer winst op maakt. En op die winst ook weer winst maakt. Hè? Dat heet compounden. Maar dat doe ik wel, alleen in een iets langzamer tempo. Want ik zet nu mijn winst apart. Tot aan het eind van deze 100 trades. En het bedrag wat ik dan aan winst heb staan, daar verhoog ik mijn budget mee. Stel je voor dat ik zat nu op trade nummer 20. Dus ik heb nog 80 trades te gaan. Stel je voor dat na die 80 trades er $100 in mijn fundingpotje staat. Dan ga ik mijn volgende 100 trades
niet met $1200 beginnen, maar met $1300. En zo maak ik dus wel gebruik van het compounden. En zo groeit ook mijn portfolio heel stabiel. En natuurlijk zie je dat ik maak ook verliestrades. En op dit moment met 20 trades in mijn portfolio staat mijn winrate ook op 90%. Dat is voor mij echt veel te laag. Maar ik heb nu 18 trades gedaan en er waren 2 verliestrades bij. Ik kijk altijd van wat is het uiteindelijke resultaat na 100 trades. Nou, het logboek bijhouden, dat is essentieel voor iedereen. Zonder een logboek bijhouden kan je dus niet leren traden. Ik spreek vaak mensen die willen graag een 1-op-1 gesprek met mij. Om te kijken van, ja, wat doe ik nou mis? Hè? Waarom lukt het jou wel en mij bijvoorbeeld niet? En dan ga ik een 1-op-1 met ze aan en dan zeg ik van, nou, ik wil graag je logboek zien. Ja, nee, dat hou ik niet bij, want dat vind ik allemaal onzin. Ja, dan werkt het ook al niet, hè? Want waar kan je dan zien wat goed gaat en waar kan je zien wat fout gaat? Ja, maar ik weet wel uit mijn hoofd welke verliestrades ik heb gehad en zo. Maar wil niet zeggen dat verliestrades fouten zijn, hè? Je kan ook je fouten maken in je winsttrades. Dus zonder logboek kan je gewoon nooit een winstgevende trader worden. Je hebt echt je logboek nodig. En sterker nog, naast je logboek heb je ook je dagboek nodig. Hè? Je dagboek waar je alles opschrijft. Ik doe dat gewoon in zo'n dik schrift. Schrijf ik met elke trade sessies mee. Soms per trade, soms met een bundel van trades. Maar ik schrijf altijd op hoe het is gegaan, waar ik eventueel tegenaan liep, wat heel goed ging, wat iets minder ging, wat de Bitcoin deed, hoe ik mezelf voelde, of ik veel afleiding had, ja of nee. Al dat soort dingen, dat schrijf ik op. Zou ik dat niet opschrijven, weet ik ook niet wat ik zou moeten verbeteren om naar winstgevende trader toe te gaan. Dus bijhouden van een logboek, bijhouden van een dagboek is essentieel om winstgevende trader te worden. Nou, het dagboek, hè, sommigen die doen dat in hun logboek, in een aparte kolom zetten ze alles erbij. Je kan dit ook gewoon in een schrift bijhouden, je kan een online documentje maken. Je kan zelfs in, sommigen doen het bijvoorbeeld in Telegram, gaan ze een eigen kanaal aanmaken die ze gewoon alleen voor hunzelf gebruiken, waar ze eigenlijk alles inschrijven. Waar ze ook een kopietje in zetten of een afbeelding inzetten van hun trade, bij wijze van spreken. Dat zijn dingen die allemaal mogelijk zijn. Logboek, wij gebruiken dit logboek. Dit logboek is ontworpen door Tymon. En Tymon heeft hier een videocursus over gemaakt hoe je stap voor stap tot dit logboek kan komen. En waar je dus ook nog bijvoorbeeld je eigen wijzigingen in aan kan brengen. En hoe je dit logboek ook gebruikt. Nou, als je kijkt, de eerste pagina zijn de instellingen. Van, hè, wil je afromen, wil je niet afromen? Welk bedrag begin je je logboek mee? Nou, allemaal dat soort dingen. Wil je zien welke trades je moet analyseren? Nou, dat kan je hier allemaal aangeven. Dan heb je je dashboard. Dat is echt je overzicht van, hey, hoe sta ik ervoor? Ben ik ongeveer daar waar mijn doellijn zit? Wat is mijn winstpercentage? Hoe groeit mijn funding wallet? En hoeveel trades zet ik per dag? Zit dat een beetje in lijn wat ik eigenlijk volgens planning zou doen? En hier kan je dus echt wel zien in één oogopslag. Wat is mijn winrate? Hoeveel verliestrades heb ik? Hoeveel percentage? Wat is het saldo? Noem maar op, dat kan je hier allemaal aan zien. Logboek. Nou, deze pagina heb ik eigenlijk altijd openstaan, omdat je hier eigenlijk alles in noteert. De donkergroene kolommen hoef je niks in te noteren. Dat gaat allemaal vanzelf. En alleen de andere kolommen, daar noteer je gegevens in. En dan maakt hij een berekening voor in de groene kolommen. En uiteindelijk ga je naar je dagoverzicht en dan zie je van wat heb je die dag getraind. Hoeveel budget heb je die dag
aan winst gehaald? Hoeveel kon je naar funding doen? Hoeveel trades heb je gezet? Noem maar op. Dat zie je in zo'n dagoverzicht. Nou, we hebben hier een videocursus van. Tijmen heeft daar een aantal video's van gemaakt die je stap voor stap kan volgen om tot dit logboek te komen. Sommige vragen van, ja, kunnen we hem dan niet ergens downloaden, want dat vinden we makkelijker. Soms moeten dingen niet altijd even makkelijk gaan en moet je er zelf ook wat moeite voor doen. Heel cru gezegd misschien, maar je hebt er niet zo heel veel aan als je standaard logboeken gaat downloaden, terwijl het misschien niet een kolom bevat waar je iets aan hebt of die je misschien wel zou willen veranderen. Misschien zit er in de berekening wel een fout, waardoor jij niet altijd goed uitkomt. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan kan lopen als je bijvoorbeeld een logboek downloadt. Dus keuze is aan jezelf natuurlijk. Ik krijg weer een melding en dat is weer van Diep, maar nu op de 1 minuut. Dus we gaan heel even kijken. Of team dan ook pakt. Nee, dan gaan we zelf even kijken op de 1 minuut. Ja, hier de candle is hier op de onderste band gesloten. Nou, hier is weer een rode candle. Beide lijnen zijn in oversold gebied. Alleen hebben ze elkaar nog niet gekruist. Dat gebeurt nu, op dit moment. Dit zijn 1 minuten candles. Dus we gaan even kijken wat gaat deze nieuwe candle doen. Want we willen toch wel het liefst een groene candle. Maar we hebben natuurlijk nu niet alle tijd. Want dit zijn 1 minuten candles. Even kijken. De meldingen die ik nu krijg. Ja, zijn ook allemaal op Diep. Nou, ik zit in de laatste 30 seconden van de munt. Ik ga de trade vast klaarzetten. Instappen met $120 voor de askprijs. En we zitten in de trade. Je ziet ook wel vaker op een dag, hè, dat je meerdere keren per dag in dezelfde trade stapt. Zo, 9 uur 28, dat is de start van onze trade. Ook hier ga ik heel even een lijn zetten waar we uiteindelijk een bijkoop gaan doen, als dat nodig is. Dus je meet de afstand van de bolletje bands op, hè, de breedte van de bolletje bands. Die afstand meet je ook naar beneden, daar zet je een lijn. Weet je, het komt niet op een 10% nauwkeurig. Als je maar een beetje een richtlijn hebt van daar wil ik uiteindelijk mijn uiterste eerste bijkoop doen. Nou, die staat er. Ik ga weer even verder in de chat. Want volgens mij had ik alleen nog maar Yves gehad. Harry, goedemorgen iedereen. Was weer een onstuimige zondag met de Bitcoin. Ja, inderdaad. Volgens mij was dat berichtje ook van jou, Harry. Zaterdag was het goed, maar al met al weer in de min. Fijne uitzending en een goede week. Ja, dankjewel. En soms is het gewoon beter om even een paar dagen te rusten, er tussenuit te zijn. Op dit moment vormt hij weer een nieuwe melding. En zouden we eventueel bij kunnen kopen? Waar het niet dat ik ook de regel heb dat ik binnen de eerste 3 candles na mijn instap of na mijn bijkoop niet opnieuw een bijkoop of een bijkoop ga doen. Dus ook al vormt hij hier zometeen een melding, ik ga nog niet bijkopen. Er moeten eerst minimaal 3 candles zijn geweest. Mariska, goedemorgen. Betty, goedemorgen. Richard, voor het eerst kan ik er door omstandigheden live bij zijn. Een week geleden een hernia-operatie gehad, dus kan helaas niet zoveel dan maar YouTube-video's kijken. Ja, er zit weinig anders op, hè? Maar in ieder geval beterschap. Goedemorgen allemaal.
zegt Richard ook nog. Connie, goedemorgen. Connie is weer paraat om de linkjes te plaatsen en om de chat bij te houden. Dank je wel vast. Je ziet nu dat hij behoorlijk snel naar beneden duikelt. 1, 2, dit is de derde candle. Dus op deze candle doen we nog niks. We wachten echt even op een volgende candle. Nou, die is nu. Dit is de vierde candle. Maar we willen natuurlijk wel bijkopen pas in een groene candle. Dat doe ik trouwens niet per se als die op deze lijn is. Dan wacht ik niet altijd direct op een groene candle. Ik ga wel mijn trade vast klaarzetten. Weer met $120. Maar nu heb ik wel twee TP's. En waar die TP's op staan, dat is niet zo heel belangrijk, want ik ga ze zo meteen toch verschuiven. Nou, ik ga instappen. Nou, nu heb ik bijgekocht. Ga ik in eerste instantie deze lijn even weghalen. En dit is de break-even lijn. Die berekent eigenlijk wat jouw break-even punt is. Hè? Het punt waar jij winst gaat behalen. Maar nu heb ik hier aangekocht en hier bijgekocht. Dus mijn break-even punt zou dus lager moeten liggen. Nou, door deze manier van traden, op deze manier van bijkopen, pakt deze break-even lijn dit niet mee. Dus zal je hem handmatig moeten zetten. En hij berekent dat natuurlijk wel zelf uit. Maar je gaat voor je instap staan. Niet voor je bijkoop, maar voor je instap. Daarvoor ga je staan en rechtermuisknop en je klikt op Set Break-Even Start. Dan gaat de break-even lijn naar de juiste plaats. Alleen hij verspringt op een gegeven moment. Dus je wil gewoon daar een lijn hebben. Dat je zeker weet, oké, dit is mijn break-even lijn. Nou, ik doe altijd, dan klik ik even op Save. Dan weet ik zeker dat hij daar blijft staan. Nu wil ik beide TP's die ik net heb gezet, wil ik allebei net boven break-even lijn hebben. Nou, nu staat die onderste, die staat op de break-even lijn. Dus die wil ik sowieso omhoog hebben. En dan wil ik even kijken waar ze op staan. Ik activeer ze wel weer even. En waarschijnlijk hebben we zo meteen nog weer een bijkoop, maar we gaan het zien. 0,20 en 0,60, dat vind ik oké. En dan ga ik mijn eerste TP ga ik ook iets naar beneden zetten. Zet ik er net boven. Ja. En ik heb dus hier nu mijn eerste bijkoop gedaan. En dan wil ik weer mijn tweede bijkoop gaan doen. Die doe ik in principe ook weer op een melding. Maar niet in de eerste drie candles. Of uiterlijk op de afstand van de bolletje band. Dus ik ga hier de afstand meten op de plek waar ik mijn bijkoop heb gedaan. En daar ga ik even een lijn zetten. Die lijn maak ik wel weer blauw. Om uit elkaar te houden wat is mijn break-even lijn en wat is mijn bijkooplijn. En je ziet dat ik dan al in de buurt kom van mijn stoplosses, hè? Nou, het zou mooi zijn als we hier tot een tweede bijkoop zouden gaan komen. Want die voorbeeldtrades die hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel. Je ziet ook dat hij niet alles plaatst. Hij houdt een klein beetje achter. Dat heet dust. Drie deep heb ik nog over. Nou, dat lukt me niet om dat hierbij in te krijgen. Dat is dus dust die hij achterhoudt. Nou, ik trade op Bybit. En op Bybit kan je dust omzetten in de MNT-munt. Dus af en toe, vaak doe ik dat aan het eind van mijn trade-sessie. Of aan het eind van de dag. Dan klik ik even op mijn wallet in Bybit.
En dan kijk ik even hoeveel dust zit erin. En die zet ik allemaal even om naar MNT. Nou, en die laat ik of in MNT staan of die zet ik weer om naar USDT. Maar het kan soms, die dust, die kan soms wel eens heel vervelend zijn. Ik zet heel even het geluid van mijn scanner uit. Die dust kan soms wel eens heel vervelend zijn als je een wat kleiner budget hebt. Want dan heb je een winstrate gemaakt, maar onderaan de streep heb je dan toch verlies. Omdat net je dat stukje dust niet mee hebt kunnen verkopen. En dat is het nadeel soms van een heel klein budget. Nou, uiteindelijk kan je dus die dust wel omzetten naar weer terug naar USDT. Ik ga weer even verder met de chat. Connie zegt ook, mijn duimpje staat weer. Nou, alvast bedankt. Hè. We zijn blij op, gek op duimpjes. Niet alleen voor ons. Het geeft natuurlijk een stukje waardering naar ons. Maar ook voor mensen die zoeken naar live trade sessies. Als er genoeg duimpjes zijn, dan weet YouTube ook van, nou, deze content wordt gewaardeerd en zal wel waardevol zijn. Dus die kunnen wij tonen aan een ander. Vincent, goedemorgen. Monique, goedemorgen. Die zegt ook, mijn duimpje staat ook. Fijn, dankjewel. Hans, goedemorgen. Anki, goedemorgen. Remy, Dennis, goedemorgen. Tijmen, goedemorgen. Onze andere moderator, hè. Skelito, goedemorgen. Anneke, goedemorgen. Nou, Connie die heeft wat linkjes gedeeld. Onder andere van ons Discord kanaal. Maar ook de tool waar ik op dit moment ook mee werk. Hè, AllTrading. Ik heb al gezegd, ik trade op Bybit. En Bybit heb ik gekoppeld aan AllTrading. Dus of ik nu op Bybit of op Maxi of Coinbase of welke exchange dan ook maar aan het traden ben. Ik kan ze allemaal koppelen aan AllTrading en op dezelfde manier blijven traden. En ik kan ook heel makkelijk switchen tussen de diverse exchanges door gebruik te maken van zo'n tool als AllTrading. Ook maakt AllTrading het me makkelijk door bijvoorbeeld gebruik te maken van smart orders. Wat je me dus nu ziet doen. Ik kan vooraf een preset klaarmaken die ik kan gebruiken. En daar kan ik dus met smart orders mee traden. Ik heb hier die break-even lijn. En dat zijn allemaal dingen die je bijvoorbeeld niet hebt als je rechtstreeks op een exchange aan het traden bent. En daarom maakt het gebruik van AllTrading het mij gewoon makkelijk. Nou, AllTrading kan je 14 dagen lang gratis gebruiken. Is een proefperiode, kan je kijken of het je bevalt, ja of nee. En als je onze code gebruikt, dan krijg je 15% korting op AllTrading als je het aanschaft. Nou, nu kan je AllTrading per maand of per kwartaal of per jaar aanschaffen. Maar nu is het bijna november en de laatste vrijdag van november is het Black Friday. Dus mocht je overwegen om eventueel zo'n tool als AllTrading en bijvoorbeeld ook zo'n tool als de CNScan die ik gebruik, wil je die gaan aanschaffen, dan zou ik wachten tot Black Friday. Vaak zijn de acties een week daarvoor al geldig, maar dan zou ik wachten tot Black Friday, want het scheelt gewoon een hele hoop geld. En als je dan bijvoorbeeld een jaarabonnement afneemt, dan zit je elk jaar zo altijd zo rond Black Friday. En dan kan je dus altijd optimaal profiteren van de volledige korting. En het zou zonde zijn als je daar geen gebruik van zou maken dan. Dus even kijken. Ja, Connie geeft ook aan. Hè. Ik had het over de Bitcoin. En ook dat Connie zelfs ook niet weet wat de prijs van Bitcoin gaat doen. En Connie beaamt dat ook van, het klopt helemaal. Niemand weet wat de prijs gaat doen. Maar iedereen kan een eigen inschatting maken. Ja.
Ja, er zijn natuurlijk zijn er genoeg YouTube kanalen die wel beweren dat ze precies weten wat de Bitcoin gaat doen. Nou, laat ze erin geloven, denk ik dan maar. Maar Bitcoin heeft in de afgelopen jaren al wel bewezen dat hij toch zijn eigen gang gaat. Wat er ook gaat beweerd wordt of niet, hij blijft zijn eigen gang gaan. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon wat hij gaat doen en wacht het af. Ja. Eens even kijken hoor. Ik moet heel even streten, even kijken wat er nu gaat gebeuren. Je ziet dat die pesar, hè, dat zijn die puntjes die boven al die candles staan. Hè, die geven hier de neerwaartse trend aan. En je ziet dat die puntjes hier onder de candle zijn gegaan. Dus dat betekent dat de trend is veranderd naar een opwaartse trend. Nou, je hoopt natuurlijk dat dat doorzet. Maar dat kan natuurlijk ook een vals signaal zijn. Hè? Dat het maar voor één of twee candles is en dat het dan weer omkeert. Nou, zoals het er nu uitziet, zou het best wel een goed signaal kunnen zijn. Want niet alleen hier zie je dus dat die pesar omgekeerd is. Je ziet hier die lijn van de bolletje bands. Die zie je ook al iets meer naar boven toe buigen. Je ziet hier bij de stochastic ook de lijnen in niemands land omhoog wijzen. Je ziet hier bij de MACD, zie je deze staafdiagrammen groen worden. En je ziet hier die blauwe lijn door de rode lijn van onderen naar boven zijn gekruist. En die wijst nu ook naar boven. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat de prijs aan het stijgen is. Nou, hey, je gaat nooit op één signaal af. Dit zijn meerdere signalen. Dus ik ben benieuwd of de prijs hoog genoeg gaat komen om onze orders te vullen. Eens even zien hoor, waar ben ik gebleven? Rina, goedemorgen. Een beetje later dan normaal. Nou, je bent er in ieder geval. En Connie deelt de link van het logboek nog even. En Dr. Gaming zegt, waarom niet een gratis online tool gebruiken? Ik weet niet welke gratis online tool jij misschien opdoelt. Of voor welk iets. Bedoel je mijn Altrady trade programma? Of bedoel je mijn logboek? Of dat schrijf je er niet bij. Je schrijft het wel ongeveer als ik het logboek aan het uitleggen ben. En Connie antwoordt daar ook op, maar iets naar je eigen wensen maken kan voor sommigen beter werken, inderdaad. Het logboek die ik heb of gebruik, daar zit alles in. Nou, altijd overal toegankelijk. Nou ja, weet je, deze logboek, dat is ook een gratis tool, hè? Of een gratis tool. Kijk, natuurlijk de videocursus. Die moet je aanschaffen, daar moet je voor betalen. Maar het is niet alleen je logboek natuurlijk waarvoor je betaalt. Het is ook helemaal de uitleg hoe je dit logboek optimaal kan gaan gebruiken. Dus het is wel iets meer dan alleen een tool. Kijk, want anders zouden we gewoon een kant-en-klaar logboek neerzetten en je daarvoor laten betalen. Nou, dat doen we dus niet, want daar heb je niet zo heel veel aan. Je moet je logboek wel optimaal kunnen gebruiken. Je schrijft ook nog bij altijd toegankelijk en mobiel vriendelijk. Dat is misschien fijn, maar ik treed niet op mijn mobiel. Ik vind, daar heb ik niet de overzicht die ik heb als ik op een pc aan het traden ben. Dus, maar goed, voor iedereen is er wat, hè? Ja, Connie zegt ook al, zeker blijven gebruiken. Iedereen heeft ieder wat hij er zelf fijn vindt, inderdaad. Uh,
Monique zegt, als je na je bijkoop de eerste gezette TP verwijdert, wordt dan je budget automatisch over de twee nieuwe TP's verdeeld? Geldt het ook voor je stoploss? Nee. Nee. Als jij hier een TP verwijdert, dan verwijder je gewoon die trade. Want dat zijn eigenlijk twee losse trades. Dus je TP niet verwijderen. En dat ga je ook zien, hè? Want als je deze TP zou verwijderen, dan zou dit bedrag van diep, wat hier staat, die zou dan hier komen te staan. En staat dan gewoon in je wallet. En wordt niet verdeeld over die twee andere tools. Er is wel een manier om het te doen. Om de TP's of om de trades samen te voegen. Maar ik doe dat zelf niet. Dus ik ga het je ook niet uitleggen hoe of wat. Want ik ben er zelf ook geen voorstander om het te doen. Dus dat zou voor mij al een regel 1 zijn. En regel 2 zou zijn van, ik moet het eerst goed uitzoeken hoe dat dan werkt. Omdat ik dat gewoon zelf ook niet gebruik. Dus ik wil je geen verkeerde dingen aanleren. Patrick zegt even iets heel anders. Het beeld is vandaag stabiel. Oh, top. Ik heb niet heel veel veranderd. Dus wel weer een update gedaan van OBS. Dus misschien dat het daaraan dat helpt. Dus Sawadee Kap from Thailand van Henk. En dat zal vast zijn een goede morgen of goede dag. Dus. Maar zelfs vanuit Thailand volgen ze nog het live traden. Richard vraagt, doen de meesten hier het traden voor de hobby? Of zijn er ook die dit fulltime of parttime als werk doen? Is deze methode daar ook voor geschikt? Nou. Zelf doe ik dit fulltime. Al vanaf maart 2020 trade ik. Ik ben in 2018 begonnen met deze methode. Daarvoor gebruikte ik een andere trade methode. 2018 ben ik begonnen met deze trade methode. In maart 2020 was mijn budget groot genoeg om van de winst een deel salaris of salaris eruit te halen om mijn portfolio op te bouwen, om een reservepot op te bouwen en een risicopotje op te bouwen. Dus in maart 2020 ben ik fulltime gaan traden. Ik heb daarnaast nog wel een heel klein ander inkomen, ook omdat ik haakpatronen ontwerp en boeken uitgeef. Dus daar heb ik ook nog een klein inkomen van. Dat zorgt dat dat voor mij mijn inkomen is in box 1. En ik dus mijn trade inkomsten vanuit box 3 kan doen. Nou, dat scheelt natuurlijk een hele hoop inkomstenbelasting. Dus wil je ooit overgaan naar fulltime, laat je dan heel goed informeren door een adviseur, een financieel adviseur, eventueel een belastingadviseur, hoe dat dan zit qua inkomstenbelasting en dergelijke, wat voor jou dan voordeliger is. Maar het is niet makkelijk om fulltime trader te worden. Heel veel mensen denken van, nou, ik ga vandaag beginnen met traden en ik ga er een jaar ga ik eraan besteden, zo naast mijn werk, allemaal gewoon voor een paar uurtjes in de week. En over een jaar stop ik met mijn werk en dan ben ik fulltime trader. Nou, zo werkt het niet, want er gaan heel veel uren in zitten. En als je het naast je baan doet, kan je vaak niet voldoende uren erin stoppen om binnen een jaar al fulltime trader te worden. En welke methode je ook gebruikt. Gebruik je deze methode, gebruik je een price-action methode of crossover of weet ik veel welke methode. Er gaat zeker een periode van een paar jaar aan vooraf. En ook al heb je het bedrag bereikt wat je bij wijze van spreken maandelijks nodig zou hebben om rond te komen, zou ik nog niet direct mijn baan
aan de kant doen. Misschien dat je een dag minder zou kunnen werken of zo. Maar kijk of het stabiel is en dat je een reservepot gaat opbouwen. Die reservepot is wel heel erg belangrijk. Ik heb het aan mezelf ook gezien. Ik ben dan in 2020 fulltime gegaan. En ik had een behoorlijke reservepot op kunnen bouwen. En die reservepot, daar kon ik makkelijk een half jaar van leven. Ik heb vorig jaar en het jaar daarvoor ontzettend veel tijd en aandacht besteed aan Financieel Blij. In het maken van cursussen, in het maken van gratis content, video's maken, het live traden, noem maar op. Wat ten koste ging van mijn eigen tradetijd. En daarom was ik wel heel erg blij dat ik die reservepot had opgebouwd. Want anders had ik niet het inkomen kunnen blijven hebben wat ik daarvoor had. En heb ik dus gewoon kunnen aanvullen vanuit mijn reservepot. Dus hou er altijd rekening mee dat je die reservepot nodig hebt. Kijk naar bijvoorbeeld een maand als bijvoorbeeld juli, augustus. Augustus, dat je vaak toch veel minder kan traden. Ja, die moet je wel kunnen overbruggen. Maar ook bijvoorbeeld half december ligt ook eigenlijk de wereld plat. Want iedereen gaat met kerstreces en wat dan ook. En kan je ook bijna niet traden. Dat zijn wel periodes die je moet kunnen overbruggen met bijvoorbeeld zo'n reservepot. Dus hou daar altijd rekening mee. Lau zegt diep gaat al lang alleen maar diep. Ja, inderdaad. Nou, er zit wel lekker beweging in, hè, in diep. Dus dat scheelt wel. We gaan zien hoe diep gaat aflopen. Siegfried, hoi, goedemorgen. Kan ik achter na het instappen nog een stoploss plaatsen? Nee, als jij met alt-trading aan het traden bent en je wil een stoploss plaatsen, tezamen met een TP, hè, dus met een verkooporder, dan moet je dat met een smart order doen. En dat moet je direct doen met een instaporder. Dus je moet al die drie orders, dus instappen, verkopen, stoploss, moet je tegelijk zetten. Als je dat achteraf doet, dan kan je dus alleen maar of een verkooporder zetten of een stoploss. Nou, in dat geval zou ik dan kiezen eventueel voor een stoploss. En die stoploss zou ik dan met de prijs mee omhoog schuiven. Of gewoon heel goed gefocust blijven op de trade. Zet een lijn neer van oké, hier moet uiterlijk mijn stop loskomen. En ook jezelf strak houden. Oké, als de prijs bij die lijn is, dan ga ik uit de trade. Dan verkoop ik alles, dan ga ik uit de trade. Het risico namelijk is dat je met jezelf in discussie gaat en dat je dus niet op de plek van stop los uit de trade gaat. Dat je denkt, hij gaat wel weer omhoog. Nu moet ik verlies nemen en dat wil ik eigenlijk niet. Als ik nog even wacht, dan gaat zometeen de prijs wel weer omhoog. En dan heb ik geen verlies of minder verlies. Nou, neem van mij aan, dat soort dingen gaan nooit gebeuren. Dus ga dan echt strak zitten op, ga ik eruit. En hier zit uiteindelijk mijn stop los. Connie geeft nog wel aan, heb je weinig tijd en wil je trades automatiseren? In de Blije Academie liet Dennis afgelopen donderdag zien hoe hij zijn weinige tijd op deze manier gebruikt. Dat is de donderdagavond, de Financieel Blij live trade sessie. Die kan je elke donderdagavond volgen vanaf een bronzen abonnement. Nou, donderdag heeft ook Dennis helemaal uitgelegd van hoe hij naast zijn fulltime baan
aan het treden is en gebruik maakt van bordjes. En het zijn niet maar zo bordjes die van, oh, je stelt ze in en je kijkt ze niet meer om en je wordt slapend rijk en aan het eind van de maand kan je cashen. Nee, zo werken bordjes niet. Het zijn wel bordjes die je continu moet bijstellen. Nou, nu heeft hij afgelopen donderdag uitgelegd hoe hij bijvoorbeeld de juiste munten vindt voor in zijn bordjes, waar hij dan naar kijkt, waar een munt aan moet voldoen. En die munten die koppelt hij dan via het PineScript aan Altredi. En als je zegt van, oeh, maar daar heb ik helemaal geen kaas van gegeten of wat dan ook. Dennis heeft ook een cursus gemaakt over werken met het PineScript. Dat is een cursus met een live zaterdag. Die staat in de Blije Academie. Je kan hem ook achteraf en dan heb je de videoopnames van die live zaterdag. En daaraan gekoppeld zitten 9 modules, waarbij je dus stap voor stap dat PineScript leert schrijven. En uiteindelijk ook hoe je dat PineScript koppelt aan Altredi. Hoe je dus een bot in werking zet op Altredi. En hoe je dus de juiste munten daarvoor gaat vinden. Lau die geeft nog aan als stoploss een verkooporder neerzetten met start position add erbij. Is hetzelfde voor je TP? Dat weet ik niet. Dus daar kan ik niet verder op ingaan. Zal ik eens even een keertje uitproberen. Dat is nog goed om te weten natuurlijk. Soms zijn er natuurlijk situaties die ik zelf eigenlijk bijna nooit inkom, zeg maar. Omdat ik gewoon puur en alleen altijd alleen met smart orders aan het werk ben. Dit is weer een melding. Deze candle geeft een melding. Nou, nu wil ik... Omdat ik ook nog niet bij de lijn staan ben, wil ik wel wachten op een groene candle, wil ik mijn tweede bijkoop gaan doen. Nou, mijn tweede bijkoop, die doe ik met meer budget. Nou, je tweede bijkoop moet altijd gelijk aan of hoger zijn dan deze twee bij elkaar opgeteld. Dus je instap en je eerste bijkoop bij elkaar opgeteld. Nou, $120 en $120 bij de 10%. Hè, dus 20% zit hierin. Dat is $240. Dus ik zou hier mijn bijkoop met $240 of meer moeten doen. Nou, nu doe ik met 30% mijn bijkoop. Dus ik ga uiteindelijk hier een bijkoop doen met $360. Ik hou heel even nu deze in de gaten om te kijken van, krijg ik een groene candle en dan doe ik mijn tweede bijkoop en anders wacht ik tot die bij deze lijn is. Nou, ik krijg een groene candle. Ik ga mijn trade klaarzetten met 3 TP's, $360 voor de askprijs. En ik zit erin. Ga ik in eerste instantie weer even mijn break-even lijn goed zetten. Ja, want hij staat nu officieel van... het systeem staat hier en mijn handmatige break-even lijn staat hier. Maar het break-even lijn moet nu in ieder geval wel lager staan. Nou, dit is van de voorgaande trade, die tel ik niet mee. Hier was mijn instap van deze trade. Dus mijn break-even lijn zakt tot daar.
Nou, vanuit daar ga ik nu aan de slag. Ik haal even deze lijn weg om het overzichtelijk te houden. Mijn derde TP. Ik wil sowieso deze twee TP's hiervan wil ik boven break-even lijn hebben. Nou, die zet ik in eerste instantie even boven break-even lijn neer. Ja, en deze laat ik onder break-even staan. Als deze zometeen gevuld wordt, dan houdt het wel in dat mijn break-even lijn iets omhoog gaat. Dus ik moet ook niet te strak nu op mijn break-even lijn gaan staan. Waarom doe ik dit? Als deze zometeen gevuld is, dan heb ik weer 10% van mijn budget terug. Wat ik eventueel zou kunnen gaan gebruiken om te gaan yo-yo'en. En yo-yo'en betekent dat ik aan- en verkopen ga doen binnen de huidige trade. Om op die manier mijn break-even line naar beneden te krijgen. Nou, waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren in deze trade. Want dit wordt waarschijnlijk een verliestrade. Maar ik wil deze hier in ieder geval hebben staan. Dan ga ik de andere TP's, die ga ik allemaal naar beneden zetten. Oh, als het niet werkt, dan klik je even op Fix Price. En ik zet ze net boven elkaar. Dat mocht de prijs omhoog gaan, dat ik nog wel even lekker wat mee kan pakken. Zo, die TP's die staan. Nu mijn stoploss. Mijn laatste stoploss heb ik nu op min 4% staan. Ik zit er met de helft van mijn budget in. En dat houdt in dat als ik word uitgestopt, dan heb ik een verlies van ongeveer 2%. Nou, dat vind ik acceptabel. Die andere stoplosses, die van mijn eerdere trades, die zet ik nu ook omhoog. Maar ik zet ze niet helemaal op die min 4%. Ik zet ze er net iets onder. En ja, deels brengt me dat dus op een verlies wat net iets hoger is als min 2%. Maar aan de andere kant, zo gauw ik de mogelijkheid krijg om mijn verlies te beperken, wil ik niet de stoplossers bovenop elkaar hebben staan. Omdat het dan lastig is om ermee te schuiven. Nou, nu, eigenlijk weet ik bijna wel zeker nu dat ik uitgestopt ga worden. Nou, je accepteert dat gewoon. Je accepteert ook dit verlies dan. En je gaat gewoon door naar de volgende trade. Maar stel dat zometeen toch die prijs iets omhoog gaat. En dus niet tot aan mijn stop loskomt. Dan ga ik wel bezig om risico te beperken. Dan pak ik sowieso een TP, de stoploss van mijn eerste TP. En daar ga ik sowieso mee omhoog met de prijs. Ik kan het nu wel uit gaan leggen, maar waarschijnlijk gaat dit niet gebeuren. Omdat ik gewoon van tevoren dan al uitgestopt ben. Ja. Nou, dit is gewoon jammer. Verlies gewoon accepteren. Het is niet anders. Nou, dat houdt weer in dat er weer een aantal treetjes niet afgeroomd kan worden. Ik ga heel even kijken wat de schade van deze treet is. Oh, hij telt door. En dat is een beetje balen. Ik wou het zeggen. Omdat, volgens mij was het 3,84. Omdat er nog een beetje diep in mijn wallet staat. Ik moet gewoon even het bedrag in gaan vullen, zometeen. Dus even kijken. 9,27.
Dus even kijken. 2 bijkopen. We zijn om deze tijd uit de trade. En dan kijk ik heel even. Dat kan ik jullie niet mee laten kijken. Ik kijk heel even in mijn account bij Bybit. Nee, 68,70. Ja, 2,61 verlies hebben we. Ik maak even een screenshotje. Voor mij doen is dit wel een vrij forse verliestrade. Ik heb ze vaak wat kleiner. Maar ja, ook dit komt natuurlijk voor, hè. En je kan... je had kunnen zeggen bijvoorbeeld... Ik doe die tweede bijkoop niet en ik laat me uitstoppen. Hè? Je zag al wel dat hij erg naar beneden ging. Daar kan je een voorstander voor zijn om dat bijvoorbeeld te doen. Maar heb dat dan wel ook in je tradeplan staan. Dat je zegt van, nou weet je, als ik zie dat de prijs al zo ver naar beneden daalt en al dicht bij mijn stoplosses is, dat je de prijs dan laat gaan. Ik heb dat persoonlijk zelf niet in mijn tradeplan staan en ik koop dan toch bij. Hè, met als gevolg dat als je wordt uitgestopt, dat je dus wel met de helft van je budget in de trade zit. Dus... kijk altijd van tevoren wat je doet, ja of nee. En denk ook van tevoren even over gevolgen na. Wat het je kan kosten of eventueel wat het je zou kunnen opleveren. En weeg dat van tevoren af. Als je dat tijdens een trade gaat doen, dan kom je met jezelf in discussie. En dan ga je dit soort dingen... Ja, je gaat continu je grens verleggen en dan gaat emotie een rol spelen. Nu ook, je kan echt balen van zo'n verliestrade. Maar je kan ook zeggen, nou oké, kom op, de volgende en weer verder. Hè? Je ziet, ik pak heel even de scanner erbij. En je ziet alleen maar op dit moment diep, 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 diep. Daar hadden we eigenlijk al kunnen zien van, nou... het gaat niet goed met diep. Hè? Deze trade, nu zit je wel op 3 timeframes. Maar als ik 2 timeframes zou uitzetten en alleen maar op de 3 minuten. Nou, dan zie je al dat ik gewoon al 5 meldingen achter elkaar heb van dezelfde munt. Je ziet ook dat hij hier vanaf de laatste melding of de eerste melding die ik hier heb staan. Dat hij al meer dan 14% is gedaald in prijs. Dus daar had je dat bijvoorbeeld ook aan kunnen zien. Nou, je weet ook, vaak gaat iets niet in één rechte lijn naar beneden. Dus je zou best wel, we zaten al eerder in deze trade, hier. Deze waren we heel snel uit. Kijk, dat had ook hier weer kunnen gebeuren. Je had ook kunnen zeggen van, ja, waarom ben je dan ingestapt? Nou, want resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. En het is natuurlijk zo. En als ik deze trade voor mezelf nu verder ga analyseren. Hè, want hij heeft nu in mijn logboek heeft hij sowieso een rood vakje aan het begin. Dus dit is een trade voor mij om te analyseren. Nou, dan ga ik echt naar die trade kijken. Van oké, dit is een verliestrade. Heb ik de trade goed uitgevoerd? Ik ben hier ingestapt. Hier was een melding. Was mijn eerste bijkoop. Nou, mijn tweede bijkoop heb ik hier ook weer op een melding gedaan. Qua trade heb ik hier goed voldaan aan mijn tradeplan. Dus qua uitvoering van de trade is deze gewoon goed geweest. Had ik dan ergens anders beter op moeten letten? Nou,
toen de trade hier was, en nu staat hij op min 34,75. Toen we instapten, was dat nog niet zo. Toen was het volgens mij rond de 20, 22, als ik het nog goed heb onthouden. Maar dat doet er niet zo heel erg veel toe. Ja, dus daar had ik misschien iets aan kunnen zien. De andere kant, Bitcoin gaat omhoog. Deze trade gaat alleen maar naar beneden. Had ik daar misschien iets mee gekund? Dit is iets wat ik zou opschrijven in mijn dagboek. Bitcoin stijgt in prijs. Als ik dan nog even kijk naar de Bitcoin chart. En ik kijk even op de 1 uren chart. Bitcoin stijgt in prijs. Hier is 9 uur. Deze is 9 uur. Dus ja, in principe is Bitcoin nu stabiel. Net gestegen in prijs. Hier is die stabiel. En deze daalt alleen in prijs. Nou, iets om te noteren bij deze munt. Dan heeft deze allemaal vrij korte candles. En zit er weinig beweging in deze munt. Dit is 1 minuut candletjes zijn dit. Je ziet hier wel wat meer beweging in. Dat die elke keer vanaf de onderste band richting de bovenste band van de bolletje band gaat. Alleen dit is een hele smalle band. Want hier is die band maar 0,8%. Dus er zit hier wel redelijk wat beweging in, maar in een hele smalle band. Nou, was dat voor mij misschien een signaal om niet in te stappen? Hier gaat hij eigenlijk alleen maar met kleine korte candletjes naar beneden, de prijs. Nou, was misschien een signaal om niet in te stappen. Zo ga ik continu trades bij langs die ik zou moeten analyseren. Dus dat is bij mij sowieso al die trades die rood zijn. En het hoeven niet altijd verliestrades te zijn. Dat kunnen ook trades zijn die wat langer duurden. Dus zo ga ik al die punten bij langs en dat schrijf ik allemaal op. En uiteindelijk ga ik daar gewoon een bepaald patroon in zien. Van oké, als ik dit terugzie, dan kan ik beter niet gaan instappen. Als ik dit terugzie, kan ik ook beter niet gaan instappen. Als ik dit zie, dan gebeurt er daarna vaak dit, dit en dit. Nou, dan zou ik misschien wel in kunnen stappen. Maar dan moeten andere bepaalde voorwaarden wel goed voldoen. Dus gewoon continu kijken van wat gebeurt er? Hoe kan ik bepaalde dingen analyseren? Waar let je op, hè? Eens even kijken hoor. Als je niet gaat, Monique vraagt nog, als je niet gaat yo-yoen, zet je dan 3 TP's net boven break-even? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zet ik altijd die ene TP eronder. Of de prijs moet zo snel omhoog gaan. Ja, dan wil ik gewoon volledig winst kunnen pakken. Maar ik wil graag budget weer terug hebben voor het geval het nodig is. Ja, en Connie zegt ook de Bitcoin dominantie zit bijna aan de 60%. En dat houdt ook in, dat kan je hier ook op de scanner zien. Dus dat de Bitcoin domineert. Meer dan 60% van het geld zit, of bijna 60% van al het geld wat in crypto zit, zit in Bitcoin. Dus dat houdt in dat er minder geld dus in altcoins zit. En je ziet ook als dit stijgt, dat mensen hun geld uit altcoins halen en in Bitcoin stoppen. Dus dat is ook altijd iets om goed na te kijken. Dus als je dit ziet groeien, als je die dominantie omhoog ziet gaan, dat geld moet ergens vandaan komen. Ja, dat wordt dan gehaald uit altcoins.
Nou, nu hebben we in ieder geval wel een rampentreed kunnen hebben. Of een rampentreed, ik vind het niet zo'n rampentreed. Ja, het is een verliestreed geworden. Op zich is dat natuurlijk geen ramp, want ook die verliestreed hoort erbij. Maar je hebt dus wel kunnen zien hoe je... Ja, doe maar. Ga maar omhoog met die prijs. Dat is altijd zo, hè. Als je uit een trade bent, gaat die prijs omhoog. Maar dat is bij iedereen. Ja. Het is goed dat dit nu een verliestrade is geworden. Want dan kan je gewoon zien dat ondanks dat je ook een trade gewoon perfect uitvoert, het niet altijd een winsttrade hoeft te worden. Hè? Dus ook een verliestrade kan gewoon een goede, juiste trade zijn. Alhoewel ik hier wel wat op- of aanmerkingen zou plaatsen over het instapmoment. Of niet het instapmoment, maar het algemene beeld van de trade ja, toen ik ging instappen. Over die Bitcoin-dominantie. Wat het dan inhoudt en hoe altcoins en zo daarop reageren. Daar hebben we het op 9 november over. En nou, wat is nou 9 november? 9 november hebben wij een live dag. Een live motivatiedag. Het onderwerp van die dag zal ook onder andere zijn van hoe blijf je gemotiveerd om te traden. En als onderwerp, een van de onderwerpen, zal dus ook het over die Bitcoin-dominantie gaan. En over bijvoorbeeld het altcoin-seizoen. Komt dat er überhaupt nog? Wanneer is dat dan? Hoe ontdek je zo'n altcoin-seizoen? Wat heeft daar die Bitcoin-dominantie dan mee te maken? Dat zijn onderwerpen die dus op 9 november ja, aan bod komen. Ook, ja, hoe ga je traden? Met een bot, als je bijvoorbeeld weinig tijd hebt om te traden. Als je het naar je fulltime baan doet. Dat is ook een onderwerp wat die dag aan bod komt. En hoe blijf je gemotiveerd om te traden? 9 november, die dag is in Amersfoort. Er zijn nog, volgens mij nog 2 kaarten beschikbaar. Dus wil je erbij zijn, dan zou ik zeggen, ja, maak er dan nog gebruik van. Connie heeft de link gedeeld nog in de chat. Het is in Amersfoort. De locatie zit recht tegenover het station. Dus goed met openbaar vervoer te bereiken. Ook voldoende parkeerplaats aanwezig. Dus, en de dag begint om 11 uur. Dus je hoeft er ook niet heel erg vroeg voor van huis. Hij duurt tot 5 uur. Het is inclusief lunch en koffie, thee en wat lekkers waar wij allemaal voor zorgen. En ja, ik zou zeggen, het zou me heel leuk lijken om jullie daar te ontmoeten. Ook kan je dan kennis maken met ons moderators team die er ook aanwezig is. Dus ja, ik ben benieuwd naar die dag. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Dan, ik kijk nog 1 keer met een blik naar de scanner, want die geeft weer een melding, maar dat is weer diep. Nou, laten we diep maar gewoon diep zijn, want we gaan niet meer in diep vandaag. Ik stop ook met traden voor nu en ja, hou de Bitcoin in de gaten, zou ik zeggen. Let ook even, net wat ik straks aangaf, die Bitcoin-dominantie. Doe voorzichtig met traden. Probeer zoveel mogelijk van je trade op te schrijven. Daar leer je het meest van. He, de dingen wat ik nu net zei, achteraf allemaal, nadat ik, dat ik deze trade ging analyseren, zijn allemaal niet van die uit de lucht gegrepen opmerkingen. Nee, dat zijn allemaal opmerkingen die echt wel ook in mijn trade dagboek staan of nu gezet worden. Omdat dat echt leerpunten zijn. En denk niet van, nou ja, weet je, vind ik onzin om bij te houden of wat dan ook. Wil je een winstgevend trader worden, dan zal je het gewoon bij moeten houden. Nou, ik wens je een hele fijne trade week toe. Wie weet kom ik van de week nog online met een silent trade sessie. Als er voldoende meldingen zijn. Want ja, wachten op meldingen tijdens een silent trade sessie wordt wel heel erg silent. Maar we gaan het zien en heel veel trade plezier deze week. Doeg!